Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag iets belachelijks geks doen. Sorry. Ik ga spelen met kindermake-up. Deze komt van de Action voor 50 cent. Je zag hem al in mijn shoplog. En ik vond het zo leuk om hier lekker mee te klooien. En het is ook gewoon zo'n jeugdsentiment. Ik had vroeger alleen maar van deze doosjes. En iedere Sinterklaas kwamen ze weer in mijn schoen. Of op 5 december kreeg ik ze weer van onze lieve Sint. Of voor mijn verjaardag of voor tussendoortjes. Ik vroeg eigenlijk altijd make-up dingetjes. Ik heb wel natuurlijk periodes gehad. Ik heb periodes gehad dat ik helemaal fan was van PSV. Ben ik nog steeds. Maar dat ik ook van alles van PSV vroeg en zo. Maar ik had altijd zo'n beauty. Ik ga nou helemaal op in die verhalen hoor. Dat was helemaal niet de planning. Ik had zo'n beauty tafeltje met zo'n spiegel en dan van die roze hartjes eromheen. En daar waren lichtjes en die kon je dan aandoen. Dan knipperden ze zo om gek van te worden. Maar goed, toen vond ik het hartstikke leuk. En dan had ik allemaal die paletjes in zitten en dat was echt mijn make-up hoekje. Helaas ging ik naar de middelbare school, werd ik rete onzeker. En toen dacht ik al, ik ben zo lelijk, make-up dragen heeft toch geen zin. Ja, dat dacht ik echt. De eerste en tweede van de middelbare school heb ik niet zoveel make-up. In derde en vierde heb ik veel make-up gedragen. Nee, derde heb ik veel make-up gedragen. Tweede, derde en de vierde en de vijfde eigenlijk niet meer. Maar goed, ik ga vandaag dus klooien met kindermake-up. Hartstikke leuk. Veel zin in. Ik ga eens eventjes kijken wat ik ga doen. Want het zijn denk ik alleen oogschaduwpaletjes. Oh, het heeft ook echt zo'n heel schattig klikdoosje. Wat je nooit van zijn leven open krijgt zonder het kapot te maken. Nou, wat is dit nou? Ja. Het is open. Het ging eigenlijk nog vrij makkelijk. Alleen ik zat heel moeilijker te doen. Er zit zo'n vies smerig sponsapplicatortje bij. Die gebruikte ik als kindje zijnde ook al nooit. Want als kind zijnde had ik ook al kwastjes. En dan van die verfkwastjes. Want dit vond ik als kind zijnde ook al niet werken. Dus toen had ik al verstand. Ik ga je in ieder geval eventjes inzoomen. Ik ga eerst even het paletje laten zien en dan ga ik je inzoomen. En ik ga er niet een heel serieuze look mee maken. Dat lukt met dit niet. Maar gewoon een beetje ermee klooien en mee spelen. En mee kijken van joh, wat werkt en wat techniek. Ik heb mijn gezichtsmake-up al aangebracht. Dus helaas kan ik het niet als blush of zo gebruiken. Ja, kan wel er een beetje overheen. Maar ik moet ook nog de deur uit. En dan maak ik mijn ogen straks schoon en dan doe ik een andere look op. We gaan het even het paletje van dichtbij bekijken. Kijk dan hoe schattig. Ze hadden het ook in een hartjesvormpje. Maar daar zaten maar 3 kleurtjes in. En ik vond die 5 kleurtjes toch wel heel erg leuk. Het kostte 50 cent. Dus verwacht geen hoogstaande kwaliteit. Ze liggen ook heel los in de pen. Ik denk dat ik ze zo eruit zou kunnen trekken. Of het pennetje eruit zou kunnen trekken. En eens even. Gewoon eens even spieken. Nee, dat is nauwelijks pigment. Maar het is gewoon schattig. Om gewoon eens geprobeerd. Dat is zelfs helemaal niks. Maar het is gewoon heel schattig. En als kindje zou ik hier dus dolgelukkig mee geweest zijn. Nou, die is nog ja, wel heel... Voor een gele kleur best aardig. Even kijken dan die roze nog even. Nou, dat valt ook niet tegen. En die lichtroze. Nou, het is gewoon heel schattig, poeperig setje. En wat nogmaals, deze video is niet bedoeld om serieus te reviewen of zo. Maar gewoon lekker een beetje spelen met kindermake-up. Ik zou zeggen, laten we gauw gewoon het gaan proberen. Hallo, ik heb je even wat ingezoomd. Ben even wat dichterbij. Ik zit gewoon te denken, welke kleur ga ik gewoon eens aanbrengen in de arcadeboog. Ik denk dat ik voor die licht, of ga ik voor die lila en dan die roze op het ooglid. Ik ga gewoon voor die paarse in de crease. Die roze op het ooglid. Nou, er komt niks op mijn kwast. Ja, een heel klein beetje poeiertje. Poeiertje, poeiertje, poeiertje. Nou, daar komt niet zo heel veel vanaf. Nou, toch nog wel iets hoor. Of is de wens nou de vader van de gedachte? Ik gebruik even een zijschermpje als spiegeltje. Die is gelukkig weer gemaakt. Hij was eerst kapot. Maar ik heb hem laten maken. Hij gaf niks meer aan, zeg maar. Hij was gewoon helemaal donker. En uiteindelijk bleek het iets te zijn wat gewoon heel simpel opgelost kon worden. Ik dacht iets te zien in het begin, maar het valt nu toch wel tegen. En ik hoop overigens niet dat ik hier allergische reacties van krijg. Want dit begint... Heel klein, maar ik heb hele gevoelige oogleden. En kindjes hebben doorgaans niet zo'n gevoelige oogleden. Ik zie heel licht iets. Maar goed, we gaan verder met die roze kleur. En die ga ik
echt in de crease in brengen. En hier komt wel wat meer kleur van af. Focus. Dat is gewoon leuk om te proberen. Dat is toch hartstikke lach. Ik voel me echt net weer zo'n klein kind. Kijk, hier zie ik wel. Maar dat dacht ik net bij die paars in het begin ook. Je moet het heel erg opbouwen. Maar dat is best wel... Voor kinderen is dit gewoon leuk. Die doen het alleen op het ooglid. Ogenblikje. Hi, ik ben aan het filmen. Sorry, hoi. Hoi. Met mijn schoonzusje. Doei! Ja, er zit iets op. Laat het dan zo stellen. Ik ga ook proberen, gewoon omdat het kan, iets in mijn Auto V aan te brengen. Ik ga voor die blauwzige kleur. Dat lijkt nog best wel wat vanaf te komen. Ik ben bang dat dit eruit ziet alsof iemand mijn blauw oog heeft geslagen. Overigens heb ik wel gewoon oogschaduwbasis aangebracht. Ik denk, doe net of ik gek ben. Doe gewoon alles serieus. Zoals ik het ook normaal gezien serieus zou doen. Maar hier komt voor zo'n kinderpaletje stiekem er nog best wel wat kleur vanaf. Even kijken. Dan ga ik die roze kleur het eerste gedeelte op mijn ooglid aanbrengen. En die gele kleur aan het buitengedeelte. Gewoon even dat ik alle kleuren heb gehad. Nou, dit is bijna wit. Die lichtroze kleur. Ik denk ook niet dat dat zichtbaar gaat zijn op mijn ooglid. Maar het idee is gewoon leuk. En dan gaan we die gele op het andere gedeelte. Oeh, die is wel neon-y. Maar toch, maar misschien is het ook wel omdat ik... Gewoon nu heel erg verwend bij mijn oogschaduws. Heb ik wel echt het idee dat mijn oogschaduws toen wel echt veel meer kleur vanaf kwam. Maar ik was toen ook heel erg into de glitters. In de glitters, weet je wel. Glitterkleur op het ooglid. Je ziet als het de kleur wat intensiever zou zijn, zie je best wel een look. Ik vind eigenlijk dat ze best goed blenden. De kleuren zijn niks, maar ze blenden wel heel mooi. Als alle kleuren intensiever zouden zijn, zou het best een mooie look zijn. Wel een kleurrijke look. Maar wel gewoon hartstikke leuk. Ik ga nog een klein beetje gewoon van dit spulletje aanbrengen als blush. Gewoon dat het kan. Ik heb nou ook te klein kwastje hoor, maar... Ja. En de wangen pakt hij dan weer. Of lijkt dat maar zo. Pakt hij dan weer best fel uit. Ik heb nou een blush van Dior op. Dus dat is maar een prijsverschilletje van zo'n 49,50 euro of zo. Nee, die dingen kosten 40 euro van die, joh. Dat is nog duur, hoor. Ja, leuk. Ah, het kind is uitgespeeld. Ik heb er gewoon een soort van kleurwazige look overheen gebracht. Maar het was ook geen serieuze review. Het was gewoon lekker spelen met kindermake-up. Gewoon omdat ik het leuk vind. Mocht je het willen weten, deze gaat naar het dochtertje van een collega. Die is 2-3. Ik weet niet precies. Maar die ga ik gewoon aan haar geven. Want ik denk dat zij dat hartstikke leuk vindt. En misschien dat met sponsapplicatortje ook wel wat beter werkt. Want dat is gewoon wat ruwer. Ik hoop gewoon dat ze dat leuk vindt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zou je alsjeblieft willen abonneren op mijn kanaal? Vind ik hartstikke leuk voor meer van dit soort maffe video's. Want ik ben een beetje maf, laten we eerlijk zijn. Maar dat is heerlijk. Maf zijn is heerlijk opluchtend en heerlijk verlossend. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat had ik al gezegd. Ik wil je bedanken voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.